Het is niet heel relaxed om te kunnen bedenken dat ik nu echt niet meer terug kan, zeg maar. Als je na morgen van Amsterdam naar het Verenigd Koninkrijk wil reizen, of andersom, moet je bij aankomst 2 weken in quarantaine. Dat is onderdeel van de nieuwe coronaregels. En dit levert ingewikkelde situaties op, omdat er veel mensen zijn die regelmatig op en neer pendelen. Zo ook studenten Malou. Ik ben 6 weken heb ik bij mijn ouders in Nederland deze lockdown gedaan. En nu ben ik sinds een week weer terug in Londen. En ik heb dus net de datum gemist om niet in quarantaine te hoeven. Ook voor Alicia, die in een internationaal gezelschap speelt, levert dat bizarre situaties op. Ik vind het tamelijk ingewikkeld. Ik speel in een ensemble waarmee we allemaal een beetje uit andere landen komen. En we repeteren vaak in Engeland, maar er zijn 2 Nederlanders in het ensemble. En nu, als we 1 dag zouden willen repeteren, betekent dat je dus 2 weken aan de ene kant in quarantaine moet en 2 weken aan de andere kant in quarantaine. Dat je dus in feite voor 1 repetitiedag 4 weken kwijt bent. Ja, dat is natuurlijk ja, niet rendabel, financieel niet, maar ook gewoon, ja, dat slaat gewoon nergens op. Dus ja, we zitten er nu over na te denken om dan maar te gerepeteren in Portugal, waar daar aan beide kanten geen quarantaine is. De coronacrisis in Nederland lijkt de goede kant op te gaan en dus worden er regels versoepeld. In het Verenigd Koninkrijk is de situatie nog altijd een stuk minder florissant. De kroegen zijn nog niet open. Je mag nu sinds deze week met 6 mensen buiten afspreken. Je mag nog steeds niet echt mensen in je huis hebben. Het gaat daar langzaam ook allemaal weer een beetje open. Maar ja, er zijn daar nog steeds 300 tot 400 doden per dag. Dus Ja. ik verwacht dat het ook wel weer dicht gaat op een gegeven moment. De verschillende regels in de verschillende landen zorgen dus ook voor onduidelijkheid. Want waar moet je nou wel of niet in quarantaine? Als ik dan bijvoorbeeld op vakantie zou gaan naar Italië vanuit Engeland, wat volgens mij gewoon wel mag, en dan naar huis zou vliegen. Ja, als ik dan vanuit Italië kom, dan kom ik dus niet vanuit Engeland en dan hoef ik dus niet in quarantaine. Ik snap het helemaal en ik vind het ook zeker goed, ook vooral voor Nederland, omdat dus in Engeland het nog niet helemaal lekker gaat. En Nederland gaat nu best goed. Dus ik ben het helemaal met de regels eens, maar het is wel ingewikkeld.